Oké, mensen, ik weet het. Ik zou meedoen aan het Mario Kart toernooi en dat uploaden. Ik heb meegedaan aan het Nintendo Benelux toernooi deze vrijdag, maar ik kwam erachter dat ik dit weekend meer hooked was op een andere game. En niet zozeer bezig was met editen van video's. Namelijk Animal Crossing. Ik had het spelletje gedownload. Ik dacht, nou, misschien kan ik daar ook in de avond een uurtje spelen. Beetje vermaak in de avond. Maar toen bleek dat ik eigenlijk iets meer verslaafd werd dan ik verwacht had het hele weekend. En ik alleen maar Animal Crossing heb gespeeld. Daarom laat ik nu een videootje zien met hoe mijn eiland eruit ziet. Wat ik allemaal heb kunnen doen in een weekendje. Hopelijk vinden jullie dat leuk. Hopelijk spelen jullie ook allemaal Animal Crossing. En kunnen we wellicht samen spelen. Ik zet de friendcode ook in de video. Maar aan het einde van de video heb ik toch een beetje Mario Kart. Want het lijkt me leuk om een soort challenge met jullie aan te gaan. Ik heb een tijdrace gedaan. Dat is een race zonder computers, zonder wapens. Alleen 3 turbo's. En ik heb daar een nieuw record gezet. Het is op Yoshi Circuit. En ik ben heel erg benieuwd of iemand van jullie mijn tijd kan verbeteren. En laat dat zien op mijn Twitter. Stuur het naar me op. DM het naar mijn Instagram. Of laat het weten in de comments. Weet ik veel. Stuur een foto. Stuur een video. Laat me zien dat jij mijn tijd kan verbeteren. Yes, dus dat na Animal Crossing aan het einde van de video. Tot ziens. Ik weet dat ik zou Mario Kart uploaden, maar ik ben helemaal hooked on deze game. Dus ik wilde deze gewoon even met jullie delen. Om te laten zien wat ik allemaal heb. Misschien dat jullie me kunnen helpen om verder te komen. En misschien dat jullie iets zien wat jullie wel van mij willen hebben. Bijvoorbeeld deze prachtige kleding. Ik ben helemaal weg van dat designen. Dat vind ik echt super leuk om te doen. Zo heb ik een Pikachu shirtje, die heb ik ook aan. Ik heb zelfs hoppakee gemaakt, maar die is niet zo leuk, want die valt er half af. Dus ja, die draag ik eigenlijk niet. De orka is wel heel cool geworden, kijk. Hoppa, die ziet er best wel leuk uit. De SpongeBob vond ik ook wel goed gelukt. Die wordt alleen iets te dun aan de bovenkant, dus die vind ik ook niet heel mooi. En Jungi, mijn mopshondje. Kijk eens, daar staat hij. Prachtig op het shirt. Voor nu draag ik de Pikachu, want dat grijs en dat geel, dat past bij mijn outfit. En dit is mijn stukje op het eiland. Ik heb hier een lekker zitplekje. Het is niet zo mooi weer vandaag, helaas. Ik wilde het graag zondag laten zien, maar helaas. Hier maak ik al mijn spulletjes en ja, dat is een beetje mijn dingetje hier zo. Mijn mooie paai. Kijk jongens. Ik zie een springhaan. Even pakken. Goddammit. Deze kant op heb ik mijn bloemetjes. Zo heb ik hier lelies. Supermooi. En hier, dat is wel vet, heb ik allemaal chrysanten. En ik heb een recipe waarmee ik een chrysantenkroontje kan maken. En die verkopen best wel lekker. Maar ik wil er ook een hele lading gewoon maken. En dan wil ik hier een soort van kraampje neerzetten. Zodat ik hem aan mijn bezoekers kan geven. Niet kopen, maar geven. Kijk, want dit vind ik gewoon best wel ja, grappig. Het is niet duur. Ik kan het best wel goedkoop maken. En ik dacht, dat is misschien wel leuk voor de bezoekers. Een kraampje met kroontjes. Hier woont Tammy. Dat huisje moet nog wel even weg. Ze is niet thuis, maar dit huisje ga ik nog verplaatsen. Want hier wil ik de kledingwinkel. Dan heb je hier de andere winkel. Dan heb ik een soort winkelstraatje. En dan heb je hier zo onze vlag. Sorry Marnik, van een GameStad. Sorry not sorry. Sowieso gejat. Hier heb je een theehoekje. En dan heb je hier het straatje met huisjes. Want ik heb natuurlijk ook gewoon bewoners. En die wil ik dus allemaal hier. Dus hier moet dat huisje van Tammy ook nog ergens komen. Zodat ik alle bewoners zo vet op één plek heb. Dat vond ik wel leuk. Ik weet dat heel veel mensen ze verspreiden, hun inwoners. Maar ik vond het juist wel grappig om ze zo bij elkaar te hebben. Hier woont mijn lievelingsinwoner, Barold. Barold is alleen niet thuis. Oké. Yeah! Nu hebben we hem wel. Kijk, hier is Barold. Barold, hallo. En Barold is echt mijn fave, want Barold die is dus vet lui. En hij haat werken. Kijk maar, hier zegt hij het ook. Mm-hmm. Verschrikkelijk, inderdaad. Zo'n lekker lui beestje is het. En hij heeft nu zijn regenpakje aan, maar normaal heeft hij dus een tijgerprintje aan. Dan lijkt hij een beetje op Joe Exotic van Tiger King. Hier heb ik mijn, ik wou wijngaard zeggen, maar dat heb ik niet. Mijn fruitbomengaard. En ik heb zo'n beetje alle fruit al. Tenminste, zo'n beetje. Dus het is chill. Dat heb ik allemaal hier. Dus mocht je nog iets nodig hebben, hit me up. En ik heb dus met hekjes alles afgezet. Alle terreinen. Het winkelstraatje, de dorpstraatjes en mijn gaard. Om overal een beetje zo'n eenweggetje naar te creëren. Dat vond ik wel leuk. Ik zal jullie gelijk ook even mijn huisje laten zien. Want we waren net in de buurt, maar ik ben helemaal niet binnen geweest. Dus dat moet ik natuurlijk ook even showen aan jullie, dames en heren. Dit is mijn huisje. Het is een zootje van alles en nog wat. Ik heb echt van alles door elkaar. Maar het is op zich pas wel een beetje bij mij, vind ik. Een beetje chaos. Hier is mijn toilet.
Ik heb zelfs een ontstopper en toiletrollen. Heerlijk. Om even rustig te zitten bouwen. En dat is het een beetje. Mijn schattige huisje. Ik heb ook best wel wat spullen in mijn inventory trouwens. Want naast al die kroontjes heb ik ook gewoon dingen zoals die muur hier. Ik weet niet of jullie het zien. Die jungle muur. Ik vind hem heel druk, maar wel bijzonder. En ik kan hem maken. Dus let me know als je dat vet zou vinden. Een jungle wand. En hier dus mijn lading aan grisante kronen om te verhandelen aan jullie. Of handelen, weggeven. Dan wil ik nog iets laten zien, want ik heb een idee. Ik heb een prijsvraag. Als jullie weten welke tune dit is, waar dit vandaan komt, dan ga ik iets weggeven aan een bezoeker. Let me know waar dit vandaan komt, ja? Dan geef ik die persoon een, ik weet nog niet wat, maar iets bijzonders. Gelukkig slaapt die uil. Ik heb geen zin in die lange preken van hem. Ik ben ook benieuwd, als jullie dat willen laten weten in de comments, wat moet hier komen voor beest? Want deze hele tank voor dit visje, dat lijkt me niet, toch? I don't know. En mijn grote trots, ik heb hem ook gevangen, dames en heren. Hier is die hoor, mijn riemvis. En hij is prachtig. Dat is eigenlijk wat ik tot nu toe kon laten zien. Dus bedankt voor het kijken. Hopelijk vonden jullie het leuk. Hopelijk willen jullie meer Animal Crossing. Want ik ben helemaal hooked aan deze game. En ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan even. En dan ga ik vanaf hier welterusten en tot ziens zeggen. Dag.